Goedenavond. Acute nood bij de opvang van asielzoekers. Zo'n 500 asielzoekers kunnen niet terecht in de opvangcentra en zijn dakloos. Deze zogenoemde OC's, centra voor de eerste opvang van asielzoekers, zitten overvol en houden de poort gesloten. Vreemdelingendiensten sturen de mensen nu door naar plaatselijke afdelingen van vluchtelingenwerk. Het probleem waar vluchtelingenwerk vandaag mee geconfronteerd wordt via onze lokale werkgroepen is dat asielzoekers niet meer worden toegelaten tot de opvangcentra. En dus komen ze dan bij vluchtelingenwerk en zitten ze in onze wachtkamers. De mensen moeten ergens heen. Maar dat betekent dat een probleem, een voorzienbaar probleem, bij Vluchtelingenwerk Nederland wordt neergelegd, wat in wezen de verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid is, ministerie van WVC. Vluchtelingenwerk heeft minister D'Ancona van WVC een brandbrief gestuurd en daarin gevraagd onmiddellijk een eind te maken aan deze situatie. Het probleem komt niet uit de lucht vallen. De vluchtelingenorganisatie had er al voor gewaarschuwd. Het is geen zaak van dat er zoveel mensen bijkomen, asielzoekers, maar dat de mensen die in de asielzoekerscentra zitten, daar blijven zitten, omdat er onvoldoende opvangcapaciteit is aan de basis van de samenleving in steden en dorpen. De bedoeling van de centrale opvangcentra was dat asielzoekers er kort verblijven. Het asielverzoek moet daar zo snel mogelijk behandeld worden. Als ze dan niet afgewezen worden, moeten de asielzoekers doorstromen naar de reguliere centra. Probleem is dat die ook al vol zitten. Per dag melden zich zo'n 80 asielzoekers. Een steeds groter aantal verblijft in pensions, bij het Leger des Heils of zijn dakloos en kunnen geen asielverzoek indienen. De concentratie asbest die bij een brand in een voormalige kazerne in Wassenaar is vrijgekomen is niet alarmerend. Dat heeft de politie vanavond gezegd. Buurtbewoners lopen geen gevaar, maar moeten wel tot morgen de ramen dicht houden. Bij de bouw van de kazerne zijn materialen verwerkt met daarin grote hoeveelheden kankerverwekkende asbest. De gebouwen stonden al 2 jaar leeg en zouden worden gesloopt. Meteen na de brand kon het onderzoek beginnen naar de mate van vervuiling. En begon de schoonmaak van wegen en bermen. De snelweg Den Haag-Amsterdam, die vlak langs het complex loopt, is lange tijd afgesloten geweest. Op een persconferentie vanavond werden de eerste conclusies getrokken. De situatie is zo dat de concentratie zo laag is dat je kunt zeggen dat er geen sprake is van echt gevaar. Het is alleen zo dat wij de mensen die pal aan de overkant van de weg wonen nog wel even willen aanraden om hun ramen gesloten te houden. In ieder geval tot morgen wanneer tweede metingen verricht zijn. En dan zal ongetwijfeld blijken dat de concentraties zo ver teruggelopen zijn dat er absoluut geen sprake meer is van enig gevaar, hoe dan ook. Wel wordt automobilisten die langs het brandende complex zijn gereden aangeraden hun auto te wassen. Op de Nederlandse Antillen is er bij de politie, het gevangeniswezen en de sociale dienst zoveel mis dat criminele jongeren zich gedwongen zien naar Nederland te vertrekken. Dat schrijft minister Dales van Binnenlandse Zaken naar aanleiding van het BVD-rapport over deze jongeren. De Antilliaanse regering heeft na uitlatingen van de Amsterdamse hoofdcommissaris Nordholt heftig ontkend dat zij voor tickets zorgt. Minister Dales van Binnenlandse Zaken schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat er geen sprake is van actieve betrokkenheid van de Antilliaanse regering bij het wegsturen van criminelen naar Nederland. Maar tegelijk noemt de BVD in het rapport 3 overheidsdiensten bij naam die jonge criminelen ertoe brengen naar Nederland te vertrekken. Dales schrijft: dit betreft de druk tot het vertrek van Antillianen naar Nederland door het optreden van de politie, de situatie in het gevangeniswezen en het gedrag van de sociale dienst. Volgens de minister laat het rapport heel duidelijk zien hoe ernstig de problemen bij die 3 instanties zijn. Wat er daar precies aan de hand is, wil Dales niet openbaar maken. Dat zou het bereiken van een oplossing alleen maar moeilijker maken, zegt Dales. Het komt wel goed met de premie die chronisch zieke werknemers gaan betalen voor een aanvullende WAO-polis. Dat zegt het Verbond van Verzekeraars ter geruststelling van Eerste Kamerleden. Die waren geschrokken toen ze hoorden dat de premie voor die groep hoog zou worden. De Eerste Kamerfracties van CDA en PvdA leken gisteren nog tevreden met de uitkomst van dat debat. Staatssecretaris Waarlagen had immers met de verzekeraars geregeld dat ook chronisch zieken zich straks kunnen bijverzekeren. Maar de verzekeraars vertelden na het debat dat de premies voor chronisch zieken maximaal 4 keer zo hoog kunnen uitvallen als voor een gezonde werknemer. En dat had staatssecretaris Waarlagen niet gemeld aan de Eerste Kamer.
Ik heb niet de indruk, maar dat zou u aan hem moeten vragen, dat hij bewust informatie heeft achtergehouden. Ik heb de indruk dat de verzekeraars gisteren veel te hoog hebben ingezet. Waarschijnlijk omdat zij ook dachten de besprekingen zijn nog niet afgelopen, dus wij roepen maar vast een maximum. En dat ze door de reacties die dat heeft opgewekt wel gedwongen worden om de premie te matigen. Ook staatssecretaris Wallagen zelf is niet gelukkig met de uitlatingen die de verzekeraars gisteren hebben gedaan. Hij zal hierover met de verzekeraars gaan praten. Voorop moet staan dat nu eerst duidelijk moet worden hoeveel mensen willen zich bijverzekeren. Dan kan ook berekend worden wat het risico is van die bijverzekering. En dan kun je ook tot een redelijke prijsstelling komen. En voor die tijd lijkt mij niet nodig om al te veel paniek te zijn. Vier personen aangehouden op verdenking van handel in grote hoeveelheden clenbuterol. De Algemene Inspectiedienst heeft huiszoekingen gedaan bij veebedrijven in Brabant en Limburg en in België en Duitsland. Hoofdverdachte is een 61-jarige man uit Bladel. Bij een man uit Reuzel trof de AID in een schuur een opslag- en mengplaats aan met een grote hoeveelheid clenbuterol, het verboden antihoestmiddel dat bij vee de spiergroei bevordert. Een groep asielzoekers in een opvangcentrum in het Duitse Frankfurt is in hongerstaking gegaan. Ze weigeren te eten uit protest tegen de omstandigheden waaronder ze worden vastgehouden. Sinds de aanscherping van het Duitse asielbeleid op 1 juli kunnen asielzoekers in Duitsland langer worden vastgehouden in afwachting van een beslissing over hun asielverzoek. Een politieman of vrouw met kleine handen heeft problemen met het dienstpistool. Uit onderzoek blijkt dat het voor hem of haar moeilijk is om de trekker over te halen. De Nederlandse politiebond vindt dat zo'n agent van straat gehaald moet worden. Het gaat om enkele honderden agenten. De bond pleit ook voor een kleiner dienstwapen. Het overleg over een vrijere wereldhandel, het al jaren vastzittende GATT-overleg, kan mogelijk dit jaar nog afgerond worden. Die optimistische geluiden komen uit Tokio, waar de leiders van de G7, de zeven belangrijkste industrielanden, besloten een aantal invoerrechten te verlagen of helemaal af te schaffen. Vooral voor een land als Nederland een hoopgevende ontwikkeling. Dit is een dag waar we eigenlijk lang op hebben zitten wachten dat deze doorbraak er zou komen om die onderhandelingen in Genève weer een stevige impuls te geven. Dat alle landen weer gemotiveerd zijn, vertrouwen hebben om die GATT-onderhandelingen tot een goed einde te brengen. Dat moet voor het einde van dit jaar. En als dat lukt, dan kan onze export een stevige duw krijgen in de rug en daarmee ook de werkgelegenheid in Nederland. De G7-groep bestaat uit zeven grote industriële landen. Amerika, Canada, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Italië en Japan. De leiders van die landen bespreken jaarlijks de economische wereldproblemen en mogelijke oplossingen daarvan. Voordat de besprekingen begonnen waren onderhandelaars van de zeven en de Europese gemeenschap tot een baanbrekend akkoord gekomen. Invoerrechten voor producten als medicijnen en medische apparatuur worden afgeschaft. Voor staal- en landbouwmachines worden de invoerrechten verlaagd. Our negotiations have enabled us to define the elements of a bold and substantial package of reductions in tariffs and non-tariff barriers in goods and services. They have enabled us to outline a major market access component. President Clinton verwacht dat de maatregelen alleen al in Amerika 1,4 miljoen extra banen zullen opleveren. De dalende rentestand blijft ook voor lagere hypotheekrente zorgen. Na de levensverzekeraar Vita eind vorige week en de Rabobank gisteren hebben nu ook de Postbank, ABN AMRO en Delta Lloyd hun hypotheekrente verlaagd. De verlaging ligt tussen de 0,2 en 0,4%. En dan de financiële markten. De meeste Europese aandelenmarkten sloten de dag met winst af. Amsterdam noteerde opnieuw een hoogterecord. Op de Amsterdamse effectenbeurs sloot de CBS-koersindex met een winst van 16e punt op het nieuwe record van 229,5. Het is al voor de 9e keer in de afgelopen 3 weken dat de koersindex een nieuw hoogterecord vestigt. Op de optiebeurs in Amsterdam steeg de EOE-index 2/3e punt naar 327. De index staat nu heel dicht bij een nieuw hoogterecord. En de dollar blijft aan kracht winnen. In New York steeg de munt 14 cent naar 1,9180 gulden. En Wall Street maakte het aanzienlijke verlies van gisteren weer bijna goed. De Dow Jones-index sloot zojuist 26 punten hoger op 3476. Het weer nu met Peter Timofeev.
Vannacht in het uiterste noordoosten misschien nog een enkele kleine bui. Maar verder zijn er opklaringen en wordt het een graad of 13. En morgen wordt een aardige dag. Flink wat zon. In de loop van de dag ook wel stapelwolken. De meeste zon in de zuidelijke helft van het land, denk ik. En verder wat warmer dan vandaag. Zo'n 19 graden op de Wadden tot 24 in Limburg. En het algemeen matige zuidwestenwind. Na morgen wordt het gewoon ronduit wisselvallig. Niet al te veel zon, buien, vooral op zaterdag. En weer een stuk frisser. En om 11:15 is er op de zenders Nederland 1 en Nederland 2 nog een journaal. Goedenavond.